Vorig jaar heb ik 100 decemberkalenders gekocht en heb ik gekeken wat je daarmee wint. Je hebt 260 euro gewonnen en 8 gratis loten. Dit jaar heb ik er niet 100, maar 1000 gekocht. Het zijn allemaal 5 euro per stuk. Ik betaal dus 5000 euro aan krasloten. Vandaag ga ik ze allemaal open krassen. En ga ik kijken of we stinkend rijk worden. 50, 100, 900.000. De grote prijs zijn 11 sterren. Daar win je 100.000 mee. Dan heb ik meteen de hele investering weer terugverdiend. Maar de kans dat je 100.000 wint is vrij klein. Dus ik heb er een beetje een hard hoofd in. Speciaal voor jullie wordt een helse karwei. Faka! Faka! Zijn jullie klaar om stinkend rijk te worden? Mr. Beast! Mr. Beast! Weet jullie hoeveel ik gekocht heb? Nee. Nee, ik ook niet. Heel veel. Het zijn van die dingen met die vakjes. Ik heb mijn armen de hele avond zitten trainen. Alright. Mensen, heel even tussendoor. Het is Kelsember, de maan. Waarin ik elke dag een video upload, zolang jullie het aantal likes halen wat ik van jullie vraag. Dus, like deze video, want bij zoveel likes komt er morgen weer een nieuwe. Zou fantastisch zijn. Daarnaast maak je elke dag kans op een gratis Calvin hoodie merch. Let's go. Het zijn er deze maand maximaal 31 stuks. Kun je nou kans maken op die hoodie? Laat dan even je Instagram achter in de reacties. En volg mij op Instagram, @Calvin. Dan maak je kans. Het is heel simpel. Dus like de video, doe al die andere dingen. En dan kunnen we de hele maand van elkaar genieten. En dan hoef ik alleen maar te zeggen. Verder met de video. Nee. 1000 stuks, boys. Ja, ik zou zeggen, jasjes uit, handen uit de mouwen. Let's go. Laten we krassen. Zullen we even gewoon bijhouden hoe lang je ongeveer doet over 1? Ik heb net een zwerver overvallen en ik heb al zijn kleingeld afgepakt. Uit. Klaar. Nou, we zijn echt serieus 5 minuten bezig met 1 lot. Ik kan jullie vertellen, ik heb niks gewonnen op het eerste lot. Nou, dit waren dus 3. Nog 997 te gaan. Mochten we vandaag winst maken, boven de 5000 euro uitkomen, dan krijgen jullie allebei een kwart van de winst. Zo. Mijn helft geef ik aan een goed doel. Oh, dat vind ik wel vet. Mijn helft geef ik ook aan een... Mijn eigen portemonnee! Ik zou zeggen, slinger het koffiemachine aan, start de timelapse, let's go! Let's go! Nee joh, Doezu G. Nee joh. Of dit. Nee. Oh nee. Jongens, de eerste 50. Wat is de laatste? Niks. Ik heb hier een prachtig scherm. Het is een prachtig scherm. Ik heb bij mijn koop geteld wat we in de eerste 50 gewonnen hebben. 250 euro kost ligt hier. Dus als we boven de 250 hebben, zou het wel nice zijn. 145 euro. En 5 gratis krasloten. We zijn nog lang niet klaar. Vraag me af wat de volgende is. Of het dan ook daar in de buurt zit. Nou ja, dus mij hebben we niet op de achter te komen, Paul. Krassen! Krassen! Nou ja, toch 20 euro. 20 euro. Min 5, min 5, min 5, min 5. Maak alsnog verlies. Zag ik nou dat je daar eentje was vergeten? Ja, dat komt dus eigenlijk omdat ik geen twee dingen tegelijk kan. Als ik met jou aan het praten ben, dan kan ik niet het muntje over mijn hand laten glijden. Schaats, schaats. Chill dat Pol zo deed. Dus kaart, schaats, ster, want, heel pop. In mijn oor zit te schreeuwen. Je ziet het, de sfeer zit er lekker in, jongens. In totaal 100. Heb je al last van je hand? Ik heb oprecht hier zo. Zou ik eigenlijk wel een massage kunnen gebruiken of zo? Dan kijk naar tussen dan. Na 100 loten. Gaat de teller op. 285. De helft ben ik ongeveer kwijt. Luister dan, er hoeft maar één tussen te zitten. Van 100 toezoen. Dus deze leggen we gewoon even hierbij. Yep. Boys. Hebben we hier? Ah, niks. Hebben we hier? Ah, niks. Maar boys, ik heb een verrassing voor jullie. Ik zie dat jullie een beetje gestrest raken. Kom even mee naar beneden. Even opladen. Claudia? Nee. Massage. Ja, voor het halen al het harde werk. Oh, chill. Ga jij maar eerst? Dan ga ik daarna wel. Waarom liet je hem voorgaan? Ja, weet ik ook niet. En nou, lekker bezig. Terug aan het werk, jongen. Oké, kom eraan. Duurt wel vrij lang, jongen. Ja, joh, laat mij ook even. Gelukkig heb je geen afdruk op je gezicht. Wel, hè? Ja. 150, ik moet zeggen 146. 147 is niks. 148 is 5 euro. Niks. 150 is 5 euro. Gaat slot. Even de tussenstand erbij. Na 150 loten. Yeah. 455 euro. Had echt gekund. Nog 15 gratis krasloten erbij. Tot nu toe is het allemaal nog een klein beetje triest. Maar jongens, ik heb iets leuks bedacht, boys. Het is natuurlijk ook belangrijk dat jullie enigszins een beetje verdienen aan vandaag. Jullie mogen allebei 1 kiezen. Dat bedrag mogen jullie gewoon hebben. Dus stel dat je 5 euro op kast, heb je toch 5 euro verdiend vandaag. Waarom hou je die strakker vast? Gast, ik weet nog niet... Deze voor mij.
100 doezoe. Schrijf even je naam erop. Als je denkt, oké, nu voel ik me even slecht, mag je me even openkrassen. Kaars? Nee toch? Nee, niet alle kaars. Ik heb gewoon één kaars. Oh. Ja, jezus. Ah. Deze video wordt mee mogen gemaakt door koffie. De laatste twee van 200. Dit is 199. Ook niks. Nou ja, we hebben er 200 gehad. We zijn van 455 naar 500. Ja, dat is echt sneu. En 5 kraslootjes extra. Ja, maar dit is wel een patch in het gezicht. Maar... 420 euro verloren. Tot nu toe. Maar jongens, kan er van alles gebeuren. Minder lullen, meer krassen. Hey, 5 euro. 5. Dit was zo leuk om te doen. 250 betekent een kwart. Wat is er verdiend? Waarvoor? Ruim 500 euro verloren. Het gaat alleen maar naar beneden. Ja, het is echt kut. Ah! We zijn inmiddels 4 uur verder ongeveer. Topdag. Ah, ja. Gasten, let even op. En leg het even neer. Jesse Maya staat hier voor de deur. Als wij hier naar boven komen, dan zijn jullie aan het filmen. Zet je gewoon bij eentje gewoon even hier alles vol. Gaan jullie gewoon... Echt zo, kijken wat zij doet. Toch nog een prank, ouwe. Nog één ster? Oké, wacht. Pak camera. Wacht. 100.000 euro! Gozer! 7, 8, 9, 10, 11 sterren, wel. 10, nog eentje. 11. Ik zweer het, het is 100.000 euro, gast. Geloof ik niet. Het is de... Zijn het hier nee, we hebben 100 doezel gewonnen. Ja, we hebben 25k gewonnen. Kan jij ook nog even? Laat nog één keer Jesse voor de zekerheid checken. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 9, 10. Sorry, maar waar is de 11 dan? Wat? Hè? Ster 3, 7, 8, 9. 9? Je telt net 10. Tel nog één 1, keer. 1, 3, 5, 8, 9. Oh, wat jammer nou! Was het zeg maar mijn grappen zodat ik hier binnenkwam? Als ik dat geweten had ik leuker gereageerd. Verschrikkelijk, rampzalig. Spijt, verdriet, alles door elkaar heen. 300! 1500 euro. Ja. 1500 euro uitgegeven. Ik ben nog niet op de helft. Gast, laten we even heel eerlijk zijn. We zijn 5 uur bezig. Dat zou betekenen dat als we er nog 700 moeten, 12 uur bezig. Ja. Check even dit stapeltje. Check even de laatste vakjes. 31. En check die andere. Ze zijn geopend gewoon. Check alles. Oh. Check deze. Ah, je moet even Surprise, papies! Maar hoeveel staat dit dan nu? 300. We hebben nog 700. Maar de afgelopen weken zijn wij, en daarmee bedoel ik eigenlijk Martine. Martine, als je dit ziet, dankjewel. Dankjewel. Die is naar fucking veel Bruna's geweest om al deze shit gewoon te laten scannen. Dan heb je de uitslag. Dus dat is gruwelijk. Ja. Dus alles wat hier nog ligt, daarvan weten we al wat het is. Hier hebben we er nog op gekeken, die zijn allemaal nog dicht. Ja. Lang verhaal kort, we hoeven in plaats van 700, hoeven we er nog maar 20. Het leuke is alleen, Martine weet dus wel wat hier allemaal, ik weet het niet. Jij weet het ook niet. Jullie weten het ook en niet. En dan staat het daarin. Ja. Ja, kijk, dit is een boodschap van de medewerker van de Bruna Almere. Veel plezier met martelen van je vrienden. Kusjes Brit. PS, wie is die knappe jongen met die lange haren en die snor? Huh? We hebben er 300 opengekrast. Hier liggen er nog 650. En hebben we in totaal dus 950. 350. Gescand in de Bruna. Weer meegenomen. 965. 400. Nou. 500. Nou. 550 loopt. Wat is het weer? 1560. 600. 650. Teleurstellend. 700. 800 loten. Opbrengst. Oh, die was matig, jongen. 900. Opbrengsten. Het laatste stekkie. Opbrengsten. 2660. Maar we hebben nog een paar te gaan. Jullie hebben natuurlijk ook nog jullie eigen lot. Wie weet, hè? Het zijn de loten die open zijn gemaakt. We moeten er nog 5 loten en dan hebben we er 998. Want jullie dieke lot zit er nog tussen. Kom, hou nou gewoon geloof. En het is klaar. Het is over. Het is voorbij. Alles is bij elkaar opgeteld. Plus jullie hebben je eigen loten opengekrast. Nog niet vertellen of jullie snikkerrijk zijn of niet. Op een schaal van 1 tot 10, hoe kut was het vandaag? Van de broodjes denken, chillste. Of nou? Oké, de massage ben je al even gegeten. Nee, is goed. Dit was de stand bij 950 loten. Dit waren de 50 laatste. De einduitslag. Jezus. 102 gratis loten. Maar eerst jullie golden ticket, boys. Jullie hebben allebei één lot gekozen. En dat lot is misschien wel het winnende lot. Ik heb hem hier. En wat denk je? Ik denk dat je geen conjo hebt gewonnen. Ik heb dus geen ene conjo. Pol? Mag ik voor jou 5 euro, alsjeblieft? Omdat je zo hard je best hebt gedaan vandaag. 1, 2, 4. Dat is 4 euro. Ik wil wel graag dan nog een euro terug. Hiermee hebben we de hele dag gekrapt.
Dit zijn ze, jongens. 100 extra loten. We zijn een dag verder. Alle loten waarmee we een extra lottenwaarde van 5 euro hebben gewonnen, hebben we ingeleverd. Daar zijn deze nieuwe uitgekomen. Pakje 31 krassen we open. Dat doen we bij alle 100. Gaan we weer naar die Bruna. Lever ik ze gewoon weer in. Maar dit is dus nog mijn enige hoop op 100.000 euro. Tijd om te scannen. Ja, ik ben hier dus vorig jaar ook geweest. Ja, weet ik. Dit jaar heb ik er 1000 gehaald. We hebben nu ongeveer 2600 euro of zo. Maar ik heb mijn hoop dus ingezet op deze. Laatste lot. Laatste lot. Kijk, nou begint er wat door, te worden. Ja, hey. 50 euro krijg je aan gratis grasloten. Dus dan hou je over 255 euro. Oké, okay, 255 euro. 255 euro. Van 1000 loten, terug naar 100, terug naar 10. Waar gaan we? Geen prijs. Hij begint lekker. Ja, ik wil graag de laatste zelf doen. Dat is mijn enige kans. Nou, ik zeg, al moet je voor geleerd hebben. Ja, dat is bijzonder, kan niet iedereen. Bijzonder moeilijk. En er is hij. Nou, huppatee. Alsjeblieft. Ik zou liegen als ik zou zeggen dat ik me nu een winnaar voel. Je hebt wel een goed doel heb je gesteund. Zo moet je het wel zien. Dat is dus waar. Dus dat scheelt weer. Meerdere goede doelen. Ja toch? Al met al heb ik 5000 euro uitgegeven aan decemberkalenders. En heb ik 3040 euro gewonnen. Betekent dat ik 2000 euro lichter ben. Zoveel werk, zoveel moeite. Voor helemaal niks. Ik kan alleen maar zeggen, als je een lot wil kopen, koop er 1 of 2. Koop er geen 1000. Bij zoveel 1000 likes komt er morgen weer een nieuwe video. Dus like de video. Mijn naam is Calvin. Tot de volgende keer. Ah. Moet geld hebben, jongens. Help!